Hey, hallo iedereen. Ik dacht, ik ga nog eens een video opnemen. Ik heb hier een aantal kristallen gelegd, maar natuurlijk kun je ze niet zien omdat ik met mijn gsm aan het opnemen ben. Maar ik voelde de nood om een video te maken, specifiek voor tweelingen en afscheiding. En deze video gaat over de boodschappen. Waar dat er afscheiding is, dus een soort van separatie, een soort van scheiding is. Mijn gordijn gaat dicht, wacht even. Ik ga het venster dicht doen, dat gaat beter zijn. Zo. Dat gaat beter zijn, want anders zie je mij straks niet meer zitten. Dus ik ga twee video's doen. Ik ga een video doen specifiek voor tweelingblammen die gescheiden zijn. Dus die niet officieel een koppel zijn. Maar doordat er wel communicatie is. Dus waar je wel af en toe misschien afspreekt als vrienden of als collega's of wat dan ook. Dus dat er wel een bepaalde vorm van communicatie is. En dan een andere video is echt bedoeld voor tweelingvlammen, waarvan dat je weet wie dat jouw tweelingvlam is. Nog niet altijd misschien dat de andere weet dat hij zelf ook een tweelingvlam is en wie dat of wat dat jij voor hem of haar betekent. En wat dat er dus eigenlijk dus ook geen communicatie is. Dus wat dat de scheiding en het fysieke volledig helemaal lijkt te gaan over twee aparte levens. En dus de bedoeling is dat we een aantal boodschappen gaan doorgeven wat dat we nu mogen weten, wat dat die personen nu op dit moment eigenlijk mogen weten. En we gaan beginnen met de engelentherapie. Engelentherapiekaarten. Die zijn nog vandoor in Virtue. Ik zit hier even op de grond, omdat dat mij helpt ook echt gronden en aarden, want de energie de laatste dagen zijn echt is super hoog. Ik zie ook veel meer energie fysiek gezien dan voorheen. Er is echt van alles gaande. Kijk, wat ik hier al onmiddellijk krijg, is de kaart tweelingziel. Ik ga eens kijken, ook voorhoofdchakra, voilà. Dus er gebeuren heel veel dingen, niet alleen de landing van het 666 portaal, maar gewoon in het algemeen heel veel. Ook zonnevlecht, upgrades. Heel veel dingen die... wat we eigenlijk niet altijd weten wat er gaande is. Dus... Oké, wat zijn de boodschappen die we mogen meegeven aan tweelingen in separatie, maar dat er nog communicatie is? S1... Ja, ik hoor dat we drie kaarten nodig hebben. Oké, oh, dat is een magneet. En de onderste kaart is manifestatie. Dus hierbij krijg ik al onmiddellijk door dat je geen zorgen hoeft te maken dat jullie nog gescheiden zijn. Dus dat er nog niet echt uitgesproken is van jij bent mijn tweelingvlam, of ik hou van jou, of we zijn in loyaal aan elkaar, of we zijn in een toegewijde relatie. Dus daar hoef je zeker geen zorgen in te maken, want dat komt. Dus je bent eigenlijk, naarmate dat je dat pad aan het lopen bent, dat aan het manifesteren. Nu, wat zijn dingen die gaande zijn? Is eigenlijk eerst is ouders. Waarom is ouders... Sorry, mijn kinderen... Dus het eerste is ouders. En waarom ouders omgekeerd? Omdat zowel bij jou als bij jouw tweelingvlam dat er nog eigenlijk zaken moeten verder uitgezuiverd worden die te maken hebben met voorouderlijke patronen. En dat kan zijn dat dat ook gekoppeld is aan jouw fysieke ouders, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Dus ook hier, laat het niet aan je hart komen, is hier wat ik hoor. Maar blijf toegewijd voornamelijk aan jouw eigen pad, aan jouw eigen ascensie en je eigen groei. En dan ga je merken dat daar ook weer verschuivingen gaan zijn in je tweelingvlamconnectie. En daarom hebben we ook deze kaart. Wees dienstbaar, ook al ben je nerveus. En waarom? Hoe meer dat je
focus. Dus je focus verlegt van je tweelingvlam naar jezelf. Hoe meer ruimte dat je geeft aan je tweelingvlam, aan het universum, om je tweelingvlamconnectie in het fysieke te brengen. Dus om daar stappen in te brengen, om nog meer de communicatie te brengen, om nog dieper in die communicatie te gaan, om nog zuiver in die communicatie te gaan worden. Dus daarom is het belangrijk van, zeker als Divine Feminine, maar ook uiteindelijk als Divine Masculine energie, om in je missie te gaan stappen, om te gaan kijken, wat zijn mijn talenten? Wat vind ik leuk om te doen? En op welke manier kan ik eigenlijk andere mensen ook weer behulpzaam zijn, van dienst zijn, weer vooruit helpen in hun proces? En dat kan zijn dat jij geroepen werd of wordt om te gaan werken met andere tweelingvlammen. Het kan zijn dat je geroepen wordt om te werken met dieren, met kinderen. Het maakt niet uit. Maar volg echt je eigen pad. En dan ga je zien dat dat automatisch een positieve invloed geeft op jouw connectie. En wat krijgen we nog? Engel van de aarde, je bent een engel van de aarde. Je bent een lichtwerker die naar aarde gekomen is om lessen over liefde uit te dragen. En dat is ook zo. Tweelingvlammen hebben als gemeenschappelijke missie, niet alleen in de eigen connectie, maar ook voornamelijk naar het collectief toe, om liefde op een andere manier vorm te geven. Om liefde op een andere manier neer te zetten. Om oude templates te breken, te ontmantelen. Zodanig dat de mensen die geen tweelingvlammen zijn, de mensen die geen lichtwerkers zijn, de mensen die nog veel dieper afgezakt zijn in die 3D en in die lagere energieën, om hen te helpen in het pad van essentie, om hen te helpen op het pad van bewustwording. En als je al eventjes op het pad loopt, dan weet je dat het niet altijd eenvoudig is en dat zeker niet evident is om daardoor heen te blijven werken, om doorheen die emoties te blijven gaan. Maar tegelijkertijd, net doordat je dat gedaan hebt, net doordat je die ervaring hebt, ben jij ook de meest aangewezen persoon om anderen te helpen die door gelijkaardige situaties gaan. En dat is de reden waarom wij als lichtwerker en zeker ook als tweelingvlammen, dat we doorheen obstakels gaan, dat we die obstakels op een heel diep niveau ervaren. Waarom? Omdat het verbonden is met de missie die we uiteindelijk hebben. En die zijn natuurlijk ook verbonden met vorige levens. Dus vorige levens ligt hier omgekeerd. En de reden waarvan ik hoor is omdat we in staat zijn om meer en meer in die energie van Engel van de Aarde, dus veel meer in die hogere lichtenergie te gaan stappen. Zeker met de portalen van 666 deze maand. Let op, het zijn er 3, niet alleen morgen. Ook dus 15 juni en ook 24 juni zijn eigenlijk een 666 portaal. Dus eigenlijk ganse maand juni mag je zien als de maand waarop dat bepaalde cyclussen in jouw leven gaan afgerond worden. Bepaalde lessen gaan zien dat je volledig geleerd hebt of meer hebt geïntegreerd. En van daaruit dat je verder kan gaan. Ik was aan het kijken welke kaarten dat ik toegeleid word om nu te gebruiken. En het zijn de orakels van de 7 energieën. Van Colette Baron Reed. Ik ga ze zo draaien, dat is iets gemakkelijker om te schudden. Wat mogen de tweelingvlammen op dit moment weten? Die en separatie, dus is niet samen, maar wel dat er communicatie is. Welke boodschap? Oké, dus ik ga een boodschap voor de eenheid, dus voor de connectie. Een boodschap voor de mannelijke energie in deze type soort connecties. Een kaart voor de mannelijke energie. Oké. En een kaart voor de vrouwelijke energie in deze connecties. En ik zeg connecties, want er zijn heel veel mensen die op dit moment, die zowel ook met mij samenwerken, die op het pad van een tweelingvlam lopen. En die dus weten wie dat hun tweelingvlam is, waar dat er ook communicatie is, maar waar dat er nog niet echt heel uitgesproken is van ik ben een tweelingvlam, jij bent mijn tweelingvlam, dus jij bent mijn hoogste soulmate mogelijk in dit leven. En dus weet dat je ook daar niet alleen in bent. Hè? Dus zijn echt in groepen. En de reden waarom dat we niet alle tweelingvlammen in één keer in eenheid zijn en dat alles in orde is en geklonken is, dat heeft te maken met de impact daarvan, energetisch gezien, op de rest van de aarde en dus op de rest van de andere zielen. En als dat allemaal tegelijkertijd zou gebeuren, dan zou de energie veel te hoog zijn, waardoor dat fysiek
onmogelijk zou zijn voor die andere zielen om hier nog op aarde te leven. Dus hun lichaam zou gewoon dus veel te veel pijn doen. Dus denk maar aan de ascensieverschijnselen die je zelf al hebt ervaren. Maar niet dat zou gebeuren, dat alle tweelingvlammen die geïncarneerd zijn, die ingetekend hebben op het programma om fysiek samen te komen met hun tweelingvlam, dan zou dat eigenlijk niet vast zijn voor andere zielen. Dus dat is niet de bedoeling. Dus daarom gaat dat in fases en daarom gaat de evolutie en de ascensie ook tot 2033, eigenlijk tot 2034. Maar dat is eigenlijk dan, tegen dan is dan afgerond. Wat hebben we voor de... Oh, echt mooi. Heel mooie kaart. We hebben voor de union, dus voor de eenheid, voor je connectie, hebben we sacred, en hoe is het hier? Sacred reverence. En als je gewoon kijkt naar de kaart... Dan zie je twee gaan dan samenkomen. En je ziet die sleutel ligt onder dat hart. En dat wil eigenlijk zeggen dat je moet focussen. Gelijk wat er ook gebeurt in je leven, moet je altijd focussen op de liefde. Want, en dat is hetgeen wat ik vaak ook, ja, altijd zou ik zeggen, aan elke tweelingvlam die met mij samenwerkt en die door mij begeleid en ondersteund wordt. Het gaat om het doorbreken van templates. Het padlopen van een tweelingvlam is het padlopen van je eigen ziel. En dat maakt het net zo lastig en zo ingewikkeld. Omdat we uitgedacht worden om vanuit dat hogere bewustzijn, vanuit dat hartgedragen bewustzijn, ons leven te gaan vormgeven. En dat we vraagt dus dat we alles die... Dat we aangeleerd zijn, alles dat we gewoon gekopieerd hebben, alles dat we gewoon overgenomen hebben van anderen, dat we dat één voor één afleggen. Dat we dat één voor één gaan aankijken. Gaan kijken van, oké, past dat nog bij mijn nieuwe versie, bij mijn nieuwe energie, bij mijn ziel? Of niet meer? Heb ik dat gewoon overgenomen van mijn ouders? En ook dat is het oké. Zolang dat nog past en dat het jou nog vervulling en liefde brengt en licht brengt. Maar als het jou uitput en jou blokkeert en jou tegenhoudt en je daardoor allerlei patronen en gedragingen hebt gecreëerd... om eigenlijk jezelf tegen te houden en om je ziel niet volledig te laten doorstralen, dan word je nog meer gevraagd om nog dieper in die connectie te stappen. En dat is hetgeen dat ik ook merk om mij heen en ook in mezelf, dat we nu ook op het punt staan dat we die maskers kunnen we niet meer voor ogen houden. We moeten gewoon vanuit onze authentieke energie, vanuit hoe dat we het echt werkelijk voelen, dingen delen. En of dat dan nu gaat over seks, of over dingen waar dat we beschaamd over zijn, of verslavingen, of wat dan ook. Het mag en het moet zelfs besproken worden, want dat helpt natuurlijk om het in het licht te brengen en om te gaan begrijpen van waar dat die verslavingen, die conditionering ooit ontstaan zijn. En van zodra hij begrijpt, inzicht geeft kracht. Dus van zodra hij begrijpt, kan je het gaan transformeren en kan je ervoor kiezen om het niet meer te gaan doen. Dus focus nu op dit moment nog veel meer op dat hart en op de verbinding die er is in energie. En van daaruit gebruik het als voeding. En dat is wat ik vorige week ook in de video herinner ik mij voor de vrouwelijke energie. Gebruik het als voeding om nog meer te gaan stralen. En dus het is niet alleen de... deze boodschap is nu niet alleen voor de mannelijke en vrouwelijke energie, maar het is ook voor de mannelijke energie. Specifiek voor de mannelijke energie hebben we Opening to Discovery. En dat is een 7 kaart. Eigenlijk 34. En ook hier, kijk, ook hier zien we die sleutel. Zie je hoe mooi dat het samenhangt en hoe mooi dat de boodschappen... Ik weet natuurlijk nog niet, want ik heb het zo gelegd, dus ik weet nog niet wat dat de kaart daarvan is voor de vrouwelijke energie. Maar ook hier is het eigenlijk hetzelfde. Dus dat is eigenlijk een deurslot. En dus de mannelijke energie heeft de keuze om op dit punt, en dat heeft te maken ook met die 666-portaal, maar op dit punt te blijven waar dat altijd geweest is, of die sleutel die eigenlijk ontstaat door de connectie dat hij heeft met zijn vrouwelijke energie, om dat te gaan gebruiken om de deur te openen naar een nieuwe wereld, naar zijn nieuwe wereld. En dat is hetgeen dat hij nu nog een beetje op de rand van staat en twijfel is, omdat hij niet goed weet van ja, wat gaan we dat wel brengen? Hè? De mannelijke energie is dat logische, is dat verklaren, is die structuur, is die zekerheid. En dus voor de mannelijke energie is dat net nog iets moeilijker om daar nog meer te gaan in vertrouwen. Maar hoe meer dat hij ziet wat het brengt, wat het zijn vrouwelijke energie brengt, en hoe meer dat hij, zoals we vorige week ook gezien hebben, hoe meer dat hij gaat gaan leren over zijn emoties en die stappen gaat gaan zetten, en ook meer ook zijn eigen sterrenafkomst gaat gaan erkennen, hoe gemakkelijker dat hij inderdaad die stap gaat zetten om in zichzelf en in zijn nieuwe leven te gaan stappen.
En dan kregen we voor de vrouwelijke energie een grand symphony. Een grote symfonie, een grote balans is eigenlijk voornamelijk dat ik hoor. En dat is een 9 kaart, 27-9. Dus ook hier weer... Ik ben even aan het kijken. Ook hier weer echt het lichtige en het luchtige zien in het leven. En echt... Dus net zoals ik hier ook al gezegd heb voor deze kaart, hè, maar dat was voor beide, voor de connectie. Maar ook hier het vanuit licht en vanuit liefde naar de connectie gaan kijken. En ook naar je mannelijke energie gaan kijken. Want ook al is er communicatie tussen jullie beiden op collegiale, vriendschappelijke of wat dan ook manier. Het is belangrijk om eigenlijk elk gedrag te gaan zien en vanuit de werkelijke bestaansreden. Veel gedragingen die wij als not done ervaren, of die ons kwetsen, of zeker dat de masculines, dus de mannelijke energieën, gaan doen, komen voort vanuit hun eigen wonden, vanuit hun eigen onzekerheden. En als vrouwelijke energie legt jouw kracht in de verbinding die je hebt met jouw team, met jouw sterrenafkomst, met jouw hogere zelf of jouw gidsen of wat dan ook. En door de samenhang van alles te gaan zien en door te gaan zien van oké, wat gebeurt er hier in die communicatie? Wat is van mij? Wat is het stuk die getriggerd wordt in mij? Wat is die wonde in mij? En daarmee aan de slag gaan, dat gaat heel veel vooruitbrengen, ook voor je mannelijke energie. En ook hier... is er constant ook die weerspiegeling natuurlijk. En dan ga ik eens kijken welke energieën dat behulpzaam zijn voor de mannelijke en voor de vrouwelijke energie in deze connectie. Dat is een kaart voor de mannelijke energie. Deze. Deze. En een kaart voor de vrouwelijke energie. Oké. En dan zien we aan de onderkant mirakels met aardsengel Metatron en het hoogste diamantenbewustzijn. Dus het hoogste mogelijke energie die dat wij aan het integreren zijn. Ik ga nu beginnen met de vrouwelijke energie. En hier hebben we aardsengel Jofiel. Kijk, en opnieuw komt het terug. Kijk, aardsengel Jofiel met joy. Dus maak van je leven een lichtig, luchtig, plezierig, plezant leven. En je werkt samen met de gouden, zilveren diamanten energie deze week. Je kan ook werken met aardsengel Jofiel. En Jofiel is ook voornamelijk ook, verbonden met gedachten en de mind en zo. Dus als je het lastig hebt om... positief te denken over je connectie, over je leven, of wat dan ook, vraag aardsengel Jofiel om hulp. En ook zie je hier ook weer een dolfijn. Die dolfijn is ook weer verbonden met je hogere zelf. Dus ook daar, vertrouw op de leiding die je krijgt. Vertrouw op het advies dat je doorkrijgt. En hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je gaat merken van, oh oké, dat werkt, dat loont. En verder, ondersteun je lichaam. Ondersteun je ziel door niet alleen dankbaarheid te zijn, want dat is de gratitude die hieronder staat, maar ook door de overvloed te zien in elk vlak, op elk vlak van je leven. Door jezelf te voeden op een positieve manier. En dat is aardsengel Zadkiel, die jou daarmee behulpzaam kan zijn. De vlam is wat blauw-groenachtig, mag ik zo zeggen. Kijk naar de kleur. En laat de kleur die in je opkomen, dat is de kleur die voor jou van belang is. En wat hebben we voor de mannelijke energie? De mannelijke energie werd aardsengel Samuel. En dat is hier een keer eerder de violet-paars-zilveren vlam, zelfs hoor ik. Waarom? Omdat hij geleerd om op een hele serene manier om te gaan met zijn emoties. Want dat gaat hem, zoals we net gezien hebben, hem helpen om volgende stappen te zetten. En waar gaat de mannelijke energie in deze connectie... En doorheen een clean zijn, doorheen een reiniging, doorheen het verder uitzuiveren van zijn gedachten, van de emoties,
En weet dat hij ook vertrouwt, niet vertrouwt, maar dat hij ook begeleid wordt en ondersteund wordt door zijn team. Jij hebt jouw eigen team als vrouwelijke energie en er is nog niks dat team voor de connectie. Dus laat het over aan het universum en dan ga je zien dat, dat de dingen gebeuren die moeten gebeuren. Dus zolang dat je kiest voor jezelf als vrouwelijke energie, dan gaan de dingen gebeuren die moeten gebeuren. Vertrouw erop en verwacht dat ook dat dat zo is. En dan nog een laatste boodschap als advies wat je nog kan doen in deze connectie op dit moment. Dus het maakt niet uit wanneer ik deze video post. Het moment dat je ernaar kijkt is wanneer dat voor jou van toepassing is. Of voor jou behulpzaam kan, mag zijn. Dat is natuurlijk jouw keuze. Oké. Wat hebben we nog? Stress en negatief denken. Stress en negatief denken verlengt... Oh my god. Verlamt je immuunsysteem. En dat is ook zo. Het lijkt onmogelijk om het systeem te veranderen, maar jij bent het systeem. Dus verander jezelf en zo je systeem. En dat is ook zo. En dat is zelfs nog meer. Deze kaart ging eigenlijk voornamelijk over de maatschappij en over de structuur waar we in leven. Maar eigenlijk is dat echt wel heel mooi ook voor deze connectie, voor dit soort type tweelingblamconnecties, tweelingzielconnecties. Jij bent de ander is jij. Dus naarmate dat jij aan jezelf verder werkt... En de dingen doet dat jou blij maakt, hoe automatisch dat je een echte ware magneet wordt voor jouw tweelingbloem. En het laatste, liefde is bedoeld... Ik had het goed vasthouden, dan kan ik het goed lezen. Liefde is bedoeld om ervaren te worden met het hart, niet uitgelegd met het logische verstand. En het is ook niet toevallig dat dat nu ook weer bij de kaarten van de mannelijke energie ligt, terwijl dat eigenlijk de boodschappen vooral om alle voor beide waren. Maar dat is ook hetgeen waar de mannelijke energie in jullie connectie meer en meer nu aan het leren is. Om echt... die liefde te ervaren en het toe te laten. En niet maar gewoon alles te gaan zitten verklaren en uit te leggen. En als dit dan, zoals de vergelijkingen of zoals de wiskunde. Dat is hetgeen wat nu gaande is in jullie connectie. Dus als vrouwelijke energie, ga niet in stress en negatief gaan denken. Want dan ga je helemaal heel het proces en vooral jouw systeem, jouw immuunsysteem ook aantasten. Weet dat jij het systeem bent. Dat jij jouw connectie bent. Dat jij jouw tweelingvlam bent. En ben je meerdere mannelijke energie, dan laat liefde toe. Laat het toe om het volledig te ervaren. En dan ga je zien welke magie dat er nog verder van toepassing is. Verder wens ik jullie nog heel veel liefde. En dan zie ik jullie in een volgende video. Dag!